Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag uitzending 568. In de vorige uitzending hebben we drie hoofdstukken uit Job doorgenomen. De vrienden hebben hun mening gegeven. Job zelf is nog niet uitgepraat. Hoofdstuk 26 begint met een beschrijving van Gods overweldigende macht in de schepping. Zelfs in het Dodenrijk beven de doden voor God. Bildad sprak over Gods grootheid, maar Job laat zien dat hij nog veel groter en bedreigender is dan Bildad beseft. Wat mensen zien van God is nog maar een glimp, zegt Job. Het is als een gefluisterd woord. Wie zou dan overeind blijven wanneer de donder van Gods stem klinkt? Met andere woorden, hij adviseert Bildad te zwijgen. In Job 27 gaat hij verder. Hij betuigt opnieuw zijn onschuld. Hij klaagt daarbij ook God aan, die hem geen gerechtigheid geeft. Job denkt dat God zichzelf niet door het recht laat weerhouden om te doen wat hij wil. Daarbij moeten we niet vergeten dat Job hier vanuit een diepe nood spreekt. De Heer veroordeelt Job later ook niet om zijn woorden. Over de woorden van de drie vrienden is het oordeel niet mild. Maar Job krijgt geen kritiek van God. Het enige wat God hem wel duidelijk maakt, is dat Jobs blik te beperkt is. Job leert uiteindelijk meer van God kennen, maar dat weet hij in hoofdstuk 27 nog niet. Vervolgens snijdt Job vrij plotseling een nieuw onderwerp aan. Hoofdstuk 28 gaat over de vraag waar een mens wijsheid kan vinden. Dit hoofdstuk heeft de opbouw van een lied of gedicht. In het refrein wordt de vraag herhaald, en aan het einde geeft Job het antwoord: Wijsheid is ontzag hebben voor de Heer en inzicht is het kwade te mijden. We lezen nu verder hoe hij probeerde die echte wijsheid van God handen en voeten te geven in zijn dagelijks leven. In de vorige uitzending over Job 28 lazen we voor het eerst een paar motieven van de Joodse wijsheidsleer, zoals de verborgenheid van de wijsheid, het vinden van de wijsheid door de Heer en de wijsheid die betrokken is bij de schepping van de wereld. Deze wijsheidsleer vinden we ook in spreuken 1 en 8, en ze vormt de achtergrond van de plaatsen in het Nieuwe Testament waar Jezus met deze wijsheid in verband wordt gebracht, of zelfs vereenzaalvigd. Nu op aan het begin staat van zijn slotpleidooi, moet hij erkennen dat de wijsheid buiten het bereik van mensen ligt. Jobs vrienden beweerden te vergeefs de wijsheid in pacht te hebben. Maar alleen de Heer doorgrondt de wijsheid, alleen Hij heeft inzicht. Alleen wie ons heeft voor Hem en het kwaad meid, kan wijsheid vinden. We zeiden het al in een vorige uitzending. Job is bezig aan zijn langste redenvoering, die doorgaat tot en met hoofdstuk 31. Vandaag beginnen we aan hoofdstuk 29. Job laat de laatste drie hoofdstukken van zijn redenvoeringen uitlopen op een plechtige verklaring van Zijn onschuld. De traditionele samenhang tussen zonde en straf klopt volgens Hem niet. En alleen de Heer kan een antwoord geven. Job laat zijn vrienden het falen van hun argumenten zien, omdat hij de structuur van hun visie ondermijnt. Het is dan ook geen wonder dat zijn vrienden niet meer met hem in discussie willen gaan. Wel is het zo dat Job zelf de waarheid van zijn woorden nog aan den lijve zal moeten ondervinden. Na het gedicht over de wijsheid, die we in de vorige uitzending lazen, zet Job zijn monoloog op een meer persoonlijke wijze voort, als een slotpleidooi waarmee hij nog eenmaal zijn zaak bepleit. Het is tegelijk de laatste toespraak die Job in het Bijbelboek houdt. De slotrede van Job kent een duidelijke opbouw. Nadat hij weemoedig heeft teruggeblikt op zijn vroegere voorspoed en positie, beklaagt Job zich over alles dat hem nu heeft getroffen. Het loopt uit op een climax, waarin Job de Heeren zelf direct aanspreekt en ter verantwoording roept. Job 29, versen 1 tot en met 6 En Job hief opnieuw zijn spreuk aan en zei: Och, was ik maar zoals in de maanden van welier. Zoals in de dagen toen God mij bewaarde, toen Hij zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd en ik bij zijn licht door de duisternis wandelde. Was ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was, toen de Almachtige nog met mij was en mijn jongens rondom mij, toen ik mijn voeten baden in boter en de rots bij mij beken van olie uitgoed. Job denkt aan de goede oude tijd. Job is een man die vanaf zijn jeugd God diende. Hij was een welvarend man. Job 29, versen 7 tot en met 10. Toen ik door de stad naar de poort ging, toen ik mijn zetel op het plein liet klaarzetten, zagen de jongens mij en hielden zich schuil. En stokouden stonden op en bleven staan. Vorsten hielden hun woorden in en legden de hand op hun mond. De stem van de vorsten verstomde en hun tong leefde aan hun gehemelte. Hij was niet alleen een welvarend man, maar hij was ook een invloedrijk man. Hij had blijkbaar een zetel bij de poort. Meestal was er bij de stadspoort sprake van een plein, een open plaats aan de binnenzijde van de stadspoort, waarop verschillende wegen vanuit de stad uitkwamen. In de dichtbebouwde steden van die tijd was dat vaak de enige open plek in de stad. Als er meer ruimte nodig was, werd er soms uitgeweken naar een dosvloer buiten de stadspoort. Bij de stadspoort speelde zich een groot deel van het openbare leven af. Er werd nieuws uitgewisseld, er werden besluiten genomen en er werd recht gesproken. Daar te mogen zitten. In plaats van staan, zoals toehoorders, was alleen voorbehouden aan leiders met aanzien. De kinderen verstopten zich voor Job, omdat hij zo'n groot man was. De oude mannen stonden op als ze hem zagen aankomen. Ze namen hun hoed af en bogen voor hem. Als hij kwam, stopten al de anderen met praten. Zelfs de vorsten en de aanzienlijken waren stil. Ze wachten totdat Job sprak. De aanzienlijken spraken niet in zijn tegenwoordigheid, tenzij hij ze vroeg dat te doen. Job 29, vers 11 als een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig. Als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij. De reden daarvoor is dat Job zijn maatschappelijke positie niet voor zijn eigen verheerlijking of gewin gebruikte, maar zich juist inspande voor degenen die hulp nodig hadden. Job 29, versen 12 tot en met 17. Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De zegen van hem die verloren ging kwam over mij. En het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en die bekleedde mij. Mijn recht was als een mantel en een tulband. Voor de blinde was ik als ogen en voor de kreupelen was ik als voeten. Ik was een vader voor de armen en de aanklacht die ik niet kende onderzocht ik. Ik brak de hoektanden van wie onrecht deed en rukte de prooi uit zijn tanden. In de maatschappij van het oude nabije oosten hoorden armen, weduwen, wezen en gehandicapten tot de kwetsbaarsten in de samenleving. Zij waren volledig aangewezen op de barmhartigheid van de gemeenschap of van vooraanstaande leiders die zich hun lot aantrokken. Job zorgde voor pensioenen voor de ouderen. Hij hielp de armen. Hij nam de zorg voor weduwen op zich. Deze man was attent. Job was gesierd met goede werken. En mensen kwamen bij hem om raad. Hij was een weldoener. Ja, deze Job was voortreffelijk. Hoezeer hebben we zulke burgers nodig? Job 29, versen 18 tot en met 20. Ik zei: Ik zal in mijn eigen nest de geest geven, en ik zal de dagen talrijk maken als het zand. Mijn wortel was uitgestrekt naar het water, en dauw overnachtte op mijn twijgen. Mijn eer was steeds nieuw bij mij, en mijn boog vernieuwde zich in mijn hand. Job had verwacht een lang leven te mogen leiden. Hij had verwacht te midden van zijn familie te zullen sterven, na een uitzonderlijk lang en goed leven. Vitaal als een boom die zijn wortels uitstrekt naar het water en zijn takken voedt met de dauw van de nacht. In het droge klimaat van het Midden-Oosten overleeft een boom alleen als de wortels bij water kunnen komen en wanneer er voldoende dauw is. Job's eer zou niet verbleken. Zijn boog functioneert hier als symbool van kracht of weerbaarheid. En die zou zijn kracht behouden. Job 29 versen 21 tot en met 25 Zij luisterden naar mij en wachten en zwegen om mijn raad te horen. Na mijn woorden spraken zij niet opnieuw en mijn woorden druppelden op hen neer, want zij wachten op mij zoals op de regen en sperden hun mond open, zoals naar de later regen. Lachte ik hen toe, zij geloofden het niet, en het licht van mijn aangezicht konden zij niet verdonkeren. Ik koos hun weg en zat aan het hoofd, en ik woonde als een koning onder de troepen, als iemand die treurenden troost. Jop richt de blik opnieuw op de positie die hij had onder de leiders in de poort, maar nu staat niet meer de rechtspraak centraal, maar gaat het om besluiten die genomen moesten worden. Er werd naar Job geluisterd en er werd gezwegen in afwachting van zijn raadgevingen. Niemand had er iets tegen in te brengen of aan toe te voegen. Bij ons kunnen zulke woorden snel verkeerd overkomen. We denken dan al gauw aan een dominante persoonlijkheid of zelfs aan een dictator. Maar Job bedoelt het positief. Het geeft aan hoeveel de mensen zijn woorden ervoeren als wijsheid. De respectvolle stilte van de leiders vormt een contrast met de tegenspraak aan beschuldigingen van zijn drie vrienden in de voorgaande hoofdstukken. Jobs woorden waren een weldaad voor wie ze hoorden. Job beschrijft een eervolle positie die hij is kwijtgeraakt. Hij was een leider die veel ontzag en respect ontving. Niet in de eerste plaats door zijn macht en rijkdom, maar vooral omdat hij begaan was met de hulpbehoevenden en kwetsbaren in de samenleving. Wat een contrast met de ellendige situatie waarin Job nu terecht is gekomen. Job is nu zelf een hulpbehoevende geworden. Hij voelt zich in de steek gelaten. Zelfs zijn vrienden vangen hem niet op. Menselijk gezien kunnen we Job's verlangen naar uitredding begrijpen, evenals we het ook kunnen begrijpen dat Job zijn klacht naar de heren uit en zegt dat God hem onrecht aandoet. Maar, we zeiden het al eerder, Job heeft niet alle informatie. Hij ziet enkel de situatie en daarmee is hij totaal vastgelopen. Job 30 versen 1 tot en met 3 Maar nu lachen ze om mij, mensen die jonger van dagen zijn dan ik. Hun vaders zou ik nog afgewezen hebben om bij de honden van mijn kudde te plaatsen. Wat zou mij de kracht van hun handen ook gebaat hebben? Die is door hoge ouderdom in hen vergaan. Onvruchtbaar door gebrek en door honger vluchten zij naar een dorre plaats, in het donker van verwoesting en vernietiging. Een hond werd gezien als een verachtelijk en onrein dier, dat leeft van wat hij bij het afval vindt. Anders dan bij ons lieten herders de honden niet de kudden bijeendrijven, maar dienden de honden uitsluiten voor het waken in de nacht, zodat er bij gevaar tijdig gewaarschuwd zou worden. Dat Job de vaders van deze jonge mannen zelfs niet goed genoeg acht om op zijn honden te passen, wil zeggen dat zij zelfs voor het meest verachtelijke baantje niet in aanmerking komen. Met andere woorden, het waren nietsnutten die hem nu verachten. Job 30, versen 4 tot en met 8. Zij plukken kruiden en bladeren van struiken vanwege de honger, en de wortel van bremstruiken om zich te verwarmen. Zij werden uit de gemeenschap verdreven. Men jouwde hen uit als een dief. Zij gingen op de hellingen van de dalen wonen in holen in het stof en in de rotsen. Tussen de struiken schreeuwden zij. Onder de distels slooten zij zich bij elkaar aan. Zij waren kinderen van een waas en kinderen zonder naam. Zij waren weggeslagen uit het land. De manier waarop Job zijn spotters beschrijft is vol afschuw en verachting. Hij schildert hen als de meest verachtelijke nietsnutten, naamlozen die buiten de maatschappij staan. Zij deinsen er niet voor terug Job uit te lachen. Hun eigen wanhoop valt kennelijk in het niet vergeleken bij de nood waarin Job nu verkeert. Zo toont ook de uitgebreide beschrijving van de spotters hoe erg Job eraan toe is. Vroeger had hij aanzien en een hoge positie, nu is hij diep gezonken, zelfs lager dan de allerlaagsten op de maatschappelijke ladder. Job 30, versen 9 en 10. Maar nu ben ik hun spotlied geworden, en ik ben voor hen tot een spotwoord. Ze hebben een afschuw van mij, zij blijven ver bij mij vandaan. Ja, zij sparen mijn gezicht, het speeksel niet. Job ziet de spotters als een bende vijanden die hem aanvallen en tegenover wie Hij machteloos staat. Job 30 versen 11 tot en met 19. Want God heeft mijn tandkoort losgemaakt en mij vernederd. Daarom werpen zij voor mijn gezicht de toom af. Aan de rechterkant staat gespuis op. Zij stoten mijn voeten weg en banen tegen mij hun wegen naar de ondergang. Zij breken mijn pad af. Zij bevorderen mijn ellende. Heen helper is onder hen. Zij komen aan als door een wijde bras, onder verwoesting komen zij aangolven. Verschrikkingen hebben zich tegen mij gekeerd, als een wind achtervolgt men mijn waardigheid, en mijn heil is als een wolk voorbij gegaan. Daarom stort mijn ziel zich nu in mij uit, de dagen van mijn ellende grijpen mij aan. Snachts doorboort God mijn beenderen in mij, en mijn aderen zijn niet rustig. Door zijn grote kracht is mijn kleed onherkenbaar veranderd. Hij snoert mij in als de kracht van mijn gewaad. Hij heeft mij in het slijk geworpen, en ik ben gelijk geworden aan stof en as. Voor ons westerse lezers is het moeilijk voor te stellen dat Job in zijn huidige toestand zoveel nadruk legt op het verlies van zijn aanzien, zelfs nog voordat hij spreekt over de hevigheid van zijn lijden. Maar in de context van het oude nabije oosten is dit heel begrijpelijk. Het illustreert hoezeer iemands identiteit wordt bepaald door de waarden van eer en schande, en daarmee verbonden de plaats die iemand inneemt in de gemeenschap. Dat Job's roem is veranderd in schande, dat de gemeenschap hem nu uitspuugt, weegt voor Job blijkbaar nog zwaarder dan de andere vormen van lijden die hem hebben overvallen. Job 30, versen 20 tot en met 23 Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. U bent veranderd in een vreedaar tegen mij. Met de macht van uw hand hebt u zich tegen mij gekeerd. U heft mij op in de wind. U laat mij erop rijden. En u laat mijn bestaan wegsmelten. Want ik weet dat u mij naar de dood brengt, en naar de verzamelplaats voor alle levenden. Tot nu toe heeft Job al veel over de Heere gesproken. Verschillende malen heeft hij God ervan beschuldigd hem onrecht aan te doen. Maar nu spreekt Job rechtstreeks tot hem. De versen vormen het hoogtepunt van het slotpleidooi van Job. Het zijn verwijtende woorden die hij tot de Heere spreekt. Volgens Job is de Heer veranderd in een vrede God, die als een vijand zijn grote kracht gebruikt. Job is ervan overtuigd dat de Heer hem naar de dood drijft. Job 30, versen 24 tot en met 31. Maar zal hij de hand niet uitsteken naar iemand in een puinhoop, als die daarom in zijn verdrukking om hulp roept? Heb ik niet geweend over degene die moeilijke dagen had? Was mijn ziel niet bedroefd over de arme? Maar toen ik het goede verwachtte, kwam het kwade. Toen ik hoopte op licht, kwam er duisternis. Mijn ingewanden koken en zwijgen niet. De dagen van mijn ellende hebben mij bedreigd. Ik ga, zwart geworden, maar niet door zonnegloed. Ik sta op in de verzamelde gemeenschap, ik roep om hulp. Ik ben een broeder van de jakhalzen geworden en een metgezel van de struisvogel. Mijn huid is zwart geworden op mij en mijn beenderen branden van hitte. Daarom is mijn harp tot een rouwklacht geworden en mijn fluit tot een stem van wenenden. Hoewel Job in de laatste versen van dit hoofdstuk God niet meer direct aanspreekt, blijft het beeld van een vrede, onbarmhartige God nog doorklinken. Het is opvallend dat Job in dit tekstgedeelte van hetzelfde principe uitgaat als zijn vrienden. Wie goed leeft, zal het goed gaan. Jobs vrienden verklaren dit door schuld bij Job te veronderstellen. Maar Job, die overtuigd is van zijn onschuld, heeft een andere verklaring: God is onbarmhartig, vreed en onberekenbaar. Het zijn harde woorden, ingegeven door wanhoop. Voorlopig blijft de Heere nog zwijgen. Maar als je aan het einde van het Bijbelboek het woord zal nemen, zal blijken dat de Heer niet de ongevoelige tiran is voor wie Job hem hier nu nog houdt. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.